wat allereerst opvalt, IJsbrand, is dat je hoeft je riemen niet tot aan je oksels mee te nemen. Eigenlijk hoef je bij het roeien helemaal niet te trekken. Je hangt voorin aan je riemen tot je benen en je rug klaar zijn. En dan gebruik je het stukje achterin waar je je armen voor gebruikt. Eigenlijk alleen maar om de boot zo losjes mogelijk en zo schoon mogelijk weg te leggen. Daarnaast kun je voorin ook iets meer rust maken. Dat zie je van de zijkant ook goed. Als je iets rustiger naar voren rijdt, dan kun je je inpik gaan timen. Want nu schiet je er een beetje overheen. Dan zie je dat je eigenlijk pas op de terugweg plaatst. Als je rustiger naar voren rijdt, dan kun je tijdens het naar voren rijden gaan plaatsen. Daar heb je dus een beetje tijd voor nodig. Ook nu zie je weer goed op trekken achterin. Je hangt niet aan je armen, maar je trekt je riemen naar je toe. We willen dat je aan je armen gaat hangen. Dan mag je dus ook iets meer de tijd nemen voor de haal onder water. Dus gewoon iets minder sterk zijn en wat meer de boot vanzelf met klapjes aan de gang houden.